Dus ik was enthousiast, ja, over het nieuwe vaccin. Dus ik denk, nou, daar ga ik dus gelijk even een video van maken. En ik vertel dat ik, hup, de polonaise aan het lopen ben. En de toekomst, die zie ik weer helemaal zonnig tegemoet. Dus ja, zo maakte ik een filmpje. Maar, ja, hebben jullie die reacties gelezen? Nou. Dat ging me daar weer te keer, zeg. Over mensen die alleen maar... Hoezo vaccin? Niks, daar wil ik niks mee te maken hebben. Ik ga jullie er even een paar voorlezen. Nou, daar gaan we dan, hoor. Ja, dat is natuurlijk die club die denkt van... Ja, Harry krijgt er geld voor. Ja, en dan sommigen die zeggen niet eens... Harry krijgt er misschien geld voor. Die weten het zeker dat ik er geld voor krijg. Geld voor wat? Ja, goed. En dan zijn er nog een paar die zeggen... Fake nieuws. Dit is gewoon nep. Dit is gewoon helemaal niet waar. Ja, nou, dan wordt het ingewikkeld praten, hoor, met mensen. Als je gewoon zegt van... Het is helemaal niet waar. Dan heb je er eentje die zegt... Ja, maar ik laat dat niet zomaar in mijn gezonde lichaam spuiten. Nee, maar dat moet je ook helemaal niet doen, natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. En dan heb je er nog eentje die zegt, ja, maar ik laat geen gehaast en onontwikkeld vaccin in mijn lichaam spuiten. Ja, dat kan je natuurlijk ook afvragen. En jij mag de mijne hebben, zegt iemand. Het raar, iedereen heeft zoiets van, ik wil dat vaccin niet. Hoezo niet? Dit is gewoon onze poort naar het gewone leven. Ja, wat is dat nou, zeg? Ja, maar we worden 100% in de maling genomen met het vaccin. En dan zegt er nog eentje, ja, maar trap er niet in. Het kan nooit goed zijn. Maar zoveel mensen die gewoon dat hele vaccin niet willen hebben. Ik begrijp daar dus helemaal niks van. Toet toet, tweet tweet. Ja, dat is hem. Harry, word toch eens wakker. Hey, hallo. Ik ben verschrikkelijk wakker, hoor. En dan schrijft er eentje. Zet je tv eens uit en je verstand is aan. Hé, maar het verstand staat al een tijdje aan, hoor. Maak je geen zorgen. Ja, laat jij je maar lekker inspuiten met die grootste teringzooi. Ik verzin het niet. Het is gewoon wat er staat. Ik volg die trekpop niet meer. Staat er dan. Het gaat over mij. Ja, hoe weet je die? Ja, wil je stoppen met je oeverloos gezwam? Dat staat er gewoon allemaal. Steek dat vaccin maar in je reet. Al die mensen die dat allemaal maar schrijven. Die nemen nooit meer een injectie. Die laten zich nooit meer vaccineren tegen wat dan ook. Hun kinderen ook niet. En dat geloof ik gewoon niet. Nee. En nou ineens zijn ze allemaal tegen dit vaccin. Want, ho jee, dat is zo gevaarlijk. Nou, als dat gewoon helemaal serieus en heel goed getest is in Amerika, dan kan je er rustig van de baan, hoor. Dan kan je hem rustig nemen. En ik zou de eerste zijn, hoor, om het te nemen. Want daar ben ik er vanaf. Maar het is natuurlijk heel simpel. Want al die mensen die nu schrijven, ik neem het niet, nou neem het lekker niet. Dan nemen al die andere verstandige mensen, zoals ik en een heleboel die mij volgen, die nemen hem lekker wel. En dan worden jullie ziek. Ja, dan gaan jullie elkaar gewoon lekker lopen besmetten. Al die mensen die geen vaccin nemen. En wij hebben nergens last van, dus ga lekker je gang. Zou ik zeggen, doe lekker je best. En dan ligt jouw toekomst gewoon op een of andere IC straks in een ziekenhuis. Dat is het. Dat wordt het dan. Wat wil jullie nou, in godsnaam? Want jullie zijn ook van die club. Die zeggen dan, ja, dan spuiten ze een of andere mini-chip mee. En die krijg je dan in je lichaam. Nou, ik ga je wat vertellen. Die heb ik al lang. Vroeger, toen ik met de pokken en de mazelen en weet ik veel, al die injecties die ik kreeg als baby. Ik heb al gewoon zulke chips heb ik in mijn lijf. Ik heb al gewoon zo'n dikke chip. Heb ik hier, daar zit hij. In mijn reet, zo'n chip zit erin. En als ik dan ergens langs loop, of ik kom bij Albert Heijn, op bij de Jumbo en hoep. En die kassière gaat een beetje fout met dat ding. Voep, bap, en dan gaat dat hele ding van mij af. En dan weet ze gelijk van, oh meneer Vermegen, u houdt van Brinta. Ja, daar hou ik van, want dat staat namelijk hier op mijn chip.
daar staat het op. En hoe gek wil je worden in het leven? Dat is de vraag!